hoeveel procent van de vrouwen heeft een stukje speelgoed in bezit, Eddie? Oeh! Een stukje... 18-plus speelgoed bedoel ik. Praten we over een vibratordingetje? Nou, onder andere. Ja. Oh, dat ja. Onder andere? Wat is er dan? Je hebt inderdaad trillende dingen, maar je hebt ook zonder batterijen. Oh ja? En je hebt spullen op afstand bestuurbaar. Dat is waar, want je hebt ook een vibrator. Die vroeger had je die, zat net voor de batterijen. Ja. Die ging op elektra. Oh, dat lijkt ja, mijn schoonmoeder heeft een elektrische. Ja, dat moet je ook niet doen, hoor. 50% van de Nederlandse vrouwen heeft wel een dingetje in de kastje ik liggen. Ik zal jou vertellen, Eddie, dat wereldwijd 75,9% van de vrouwen een speeltje heeft. Zo! Heb jij wat in je nachtkastje liggen? Nee, zeker niet. Weet je het zeker? Ja, 100%. Vriend van mij die werkt in een seksshop. Over de vibrators gesproken. Echt waar? Komt een heel oud vrouwtje binnen van een jaar of 80 met een stotter. Wat komt u op vibrators? Natuurlijk hebben we die. Ook van die gerookte dikke. Zwart, hè? Ja, natuurlijk, zegt die vriend. Die verkopen we natuurlijk ook. Zeker wel. Wilt u misschien zo'n ding kopen? Waarop zij zegt, nee, maar hoe zet je hem uit? Oh, even die fluit aan de mond. Daar gaan we doen met... Fluit wel mee. Ja, hoor. Tam, 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 tam. Wij hebben weer een leuke slagerhit. Luister lekker mee, alleen of met z'n twee. Want wij hebben een leuke slagerhit. We krijgen er vaak even verzoekjes over, Lex. Ja, leuk is dat. Mensen graag een andere taal eens een keer willen horen dan het typische Engels, het Nederlands. Soms doen we ook Frans, zoals vorige week. Mm-hmm. En dit keer hebben we inderdaad een slagerhit. Ja, waar ik van zeg van, ja, die kan heel goed. Zit er een trompetje in toevallig? Nou, heel toevallig. Zet jij hem even aan je mond. Kijk mee via de beelden. Dan komt hij aan, hoor. Uit Duitsland. Lekker is die, hè? Jürgen Markus op de radio aan Festival der Liebe. Ich liebe ja Wolken und ich bin riesengroß.